Heb je voor je gevoel alles al geprobeerd, maar stop je baby niet met huilen? Dan kan dat best heftig zijn. Helaas is er geen handleiding om het huilen te stoppen. Als ouder kan dat ook iets met jou doen. Zo kan je bijvoorbeeld wanhopig voelen, vermoeid zijn, boos worden of misschien zelfs je zelfbeheersing verliezen. Op zo'n moment is het dan goed om je baby op een veilige plek te leggen, bijvoorbeeld in de wieg of in de box. Neem afstand, probeer jezelf te kalmeren en hulp te vragen van een ander, bijvoorbeeld van je partner of iemand uit je omgeving. Hulp vragen is voor de een wat lastiger dan voor de ander. Probeer voor jezelf te bedenken dat hulp vragen niet betekent dat je als ouder faalt. Het is juist goed om een ander te vragen om jou weer op weg te kunnen helpen, om je kindje te kunnen troosten. Kom je er toch niet uit of heb je niemand in je omgeving die je daarbij kan ondersteunen? Dan kan je altijd contact opnemen met het CEG.